Wordt de Efteling eindelijk leuk door virtuele wachtrijen? Google gaat op de schop, maar hoe? En wat is er eigenlijk mis met door AI gegenereerde recensies? Welkom bij een nieuwe aflevering van Digitale Slagkracht, de podcast waarin Anna, Robert en Michiel je bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het digitale landschap. Ontwikkelingen die bedrijven beter of efficiënter kunnen laten werken of misschien wel de eindgebruiker een optimale ervaring geven. Welke ontwikkelingen dat zijn, hoor je natuurlijk hier. Welkom bij Digitale Slagkracht. Yeah. Zal ik gewoon binnenkort een intro gaan zingen? Ik denk dat we hier een cd van kunnen opnemen. Ja. Toch? CD. We hebben op een langspeelplaat brengen we hem uit binnenkort. Ja. Goed jongens, welkom aflevering 9, Digitale Slagkracht seizoen 4. Welkom Anna, welkom Robert. Dankjewel. Jij ook, welkom Michiel. Ja, welkom. Ja, we zijn er weer jongens. We hebben er weer zin in. Maar voordat we natuurlijk naar onze de rest van de wereld hun digitale slag gaan kijken. Een kijkje in de keuken van ons. Zeg het, wat is jullie nieuws? Nou, de highlight van de week was toch wel dat Lars en Sebastian, onze developers en of designers moet ik eigenlijk zeggen, en front-end developers, die zijn in San Francisco geweest naar de Figma-conferentie. Mm-hmm. Dus wij gebruiken Config. Figma. Ja. Ja. Figma gebruiken wij natuurlijk voor een heel veel bureaus, voor designs. Ja. En in San Francisco was er dus, ja, dat is gewoon het Figma-event. Wat er is, gigantisch groot. En zij waren daar naartoe geweest om inspiratie op te doen. En de nieuwste ontwikkelingen daar te bekijken wat er allemaal gebeurt met Figma. En allemaal nieuwe dingen die erin komen. Ja, er gebeuren gewoon hele... Er zijn heel veel vette dingen daar gaande. En er komt een beta uit binnenkort waarin ook allemaal nieuwe dingen zitten. Waarin je ook veel kan doen met design tokens. En Figma komt ook met een soort presentatie. Sheet module, klopt. Ja. Precies, dus je kan dan een soort... presentatie maken, PowerPoint maken. Ja. In Figma. Ja, dat heb ik al vanochtend even gezien bij Lars. Die liet het zien. Lars liet het even zien hoe dat werkt. Ja, dat ziet er echt wel heel fancy uit. En dan is het ook makkelijk om het te maken en zo. Dus, oké. Okay. En daar zijn dus twee van jullie designers van ons naartoe geweest. Ja. Dus eerst Athene was het. Nee, sorry, Turijn. Turijn. Excuse. Ja, met z'n allen naar Turijn. Ja, dat was natuurlijk, en toen nog twee daarvoor. En toen zijn er de vlieger. Ja, precies. Die zijn meteen doorgegaan naar San Francisco. Heel goed. Ja, dus dat was echt super mooi. Dus binnenkort gaan we er ook even wat meer over vertellen op de site en de socials, de take-outs. Veel met accessibility doen ze ook trouwens, Figma. Dus leuk, ging het ook heel veel. En de design, daar ging het heel veel. Leuk. Ja, nou, daar moest je bij zijn dus. Ja, daar had je, ja, ik was er helaas niet bij, maar daar had je bij moeten zijn. Oké, nou superleuk. Superleuk dat jullie in ieder geval ook daar weer een hoop aan doen om ook echt, de eerste te zijn die daar iets van af weten door ook mensen naartoe te sturen, dat soort werktripjes te doen. Ja. Toch? Zeker. Absoluut. Nou, heel aantrekkelijk. Heel leuk. Dan gaan we naar onze topics, jongens. Nog meer digitale slagkracht. Anna, jij trapt hem af. Zeker. Jongens, ik ga het hebben over Google zoekmachine. Mm-hmm. En eigenlijk is dit al, in sommige werelden is het al bekend dat er flink wat optimalisaties zijn gedaan. Maar er zijn ook heel veel mensen die er helemaal niks van af weten. Dus misschien oud nieuws, maar ook wel nieuws dat naar boven water is even gekomen. Dus ik wil eigenlijk eventjes vertellen over de laatste ontwikkelingen bij Google van de afgelopen 2 jaar. Wat ze hebben gedaan aan een zoekmachine versus wat ze gaan doen met AI. Laat ik er beginnen mee augustus 2022. Want toen heeft Google met hun zoekmachine een hele grootste update in de afgelopen 10 jaar gedaan. En het heet Helpful Content Update. En in plaats van dat bijvoorbeeld heel veel websites die hebben... een keyword bijvoorbeeld heel goed opgesteld of een content op keywords ingesteld om dus zo hoog mogelijk in Google voor aan te komen. Ja, voor SEO inderdaad. Mm-hmm. Maar door die update is Google veel meer gaan kijken naar de ervaringen van gebruikers. Dus in plaats van dat je zo goed mogelijk content moet updaten, gaat het meer om de ervaringen. Met ervaringen wordt bedoeld dus dat bijvoorbeeld als een gebruiker naar een website toe gaat, hoe lang die ook daadwerkelijk op de website blijft en ook doorklikt. Dat klinkt op zich wel mooi, want alles gaat natuurlijk om ervaringen. Mm-hmm. Maar dat heeft ook heel veel, heel veel ingeklapt voor heel veel websites die dus altijd op keywords werkten. Ja. Um,
En dat betekent dus bijvoorbeeld dat voor affiliate marketing is vorig jaar bijvoorbeeld een drop geweest van 30%. Ondertussen die zijn natuurlijk gemaakt naar één keer klikken en dan ga je weer weg. Ja. Nou, dat is natuurlijk enorm naar geklapt, omdat misschien wel terecht ook. Want websitebeheerders die het systeem gingen gamen effectief door alleen maar met die keywords te werken, alleen maar te zorgen dat je dus hoog in die ranking komt, maar eigenlijk niet meer echt nadenken over wat je website nou eigenlijk doet voor een gebruiker. Ja, dat klopt. Ja. En het is aan de ene kant vind ik het ook wel een soort van hele goede, goede ontwikkeling inderdaad. Dat ze ook bijvoorbeeld kijken niet van wat vertelt, dat ze ook echt de content bekijken van wat vertelt, wordt dat verteld vanuit het bedrijf, dus vanuit de website die erachter zit, maar meer vanuit verteld van oké, maar wat is de toegevoegde waarde voor de gebruiker? Dus degene die bijvoorbeeld bij een webshop het product moet afnemen. Wat is de toegevoegde waarde daar echt van? Daar is Google dus eigenlijk veel groter, zeg maar, op grote schaal veel meer gaan zoeken. En ook met name natuurlijk door de komst van AI. Want er zijn heel veel websites bijgekomen door ChatGPT, dat mensen reisblogs zijn begonnen terwijl ze eigenlijk helemaal niet kunnen schrijven. En daarmee dus, bij wijze van spreken, en hun ervaringen door ChatGPT lieten schrijven en daarmee blogs bijvoorbeeld gingen maken. En dat is dus ontstaan, waardoor dus content ook niet meer echt is. Ja, er is een onderzoek geweest dat ruim 10% van het internet nu de content daarvan of door ChatGPT is gemaakt, bijvoorbeeld. Oh, 10% al? 10%, ja. Van anno dat gaat hard. Ja, dat is vorige van de update van vorige maand. Dus wow. Dat is echt ontzettend veel. Dus daarom natuurlijk Google ook veel meer naar authenticiteit. Even een disclaimer voor de kijker en de luisteraar. Wij zijn echt. Ja, wij zijn niet. Nog ja. wel. Wij horen nog niet tot wel. Die 10%. Nee, wij wel. Onze site ook. Ja. Alles zelf gemaakt. Ja, dus alles zelf gedaan. Ik denk toch even zeggen. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje wat er afgelopen tijd is gebeurd. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel sites die heel veel profijt hebben van de groep. Bijvoorbeeld Reddit. Want Reddit is een forum en daar wordt heel veel gebruikerservaringen of ervaringen of belevenissen van uit mensen die dat echt schrijven. Die schrijven natuurlijk op een forum en die gaan dus bijvoorbeeld heel hard nu. Die staat in de beurs nu ook supergoed, omdat het zo enorm veel enorme stroom van. Maar de aanname is toch dan bij Reddit, is wat ik me vaak afvraag, is of dat niet allemaal gewoon bots zijn. Die berichten maken, bedoel je? Ja. Ja, misschien wel. Ja, dat kan want ook. Sommige, maar ook heel dat, veel van die dingen zijn clickbait. Ja, dat kan inderdaad, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat juist Reddit was wel echt heel erg van mensen die het zelf schrijven. Misschien dat die inderdaad wel gekomen is, hoor. Later dat meer bots komen en zo. En je maar, moet een account hebben, toch? Lijkt me om. Ja, dat sowieso. Dus ja, dan. Dat is waar. Maar ja, op Twitter had je vroeger ook bots en zo natuurlijk. Dus op zich. Maar ik kan me voorstellen dat daar misschien ook wel heel goed gescreenshot wordt. Net zoals inderdaad op Twitter vroeger. Dat dan bots ook zoveel mogelijk weggehaald werden en zo. Om die echtheid weer naar voren te laten brengen en zo. Terug naar Google. Terug naar Google. Google heeft natuurlijk ook enorme concurrentie gevoeld met AI. Van oké, mensen gaan niet meer met de traditionele zoekmachine werken, maar met AI om hun bronnen te vinden en zo. Dus zij zijn nu ook bezig met met Google AI om eigenlijk maar één resultaat te krijgen. Dus bijvoorbeeld stel je wilt een sportschool vinden in jouw buurt en dan dat je dan door middel van vragen eigenlijk de beste sportschool komt van hoeveel kilometer fiets zal het zijn. Wat zijn de prijzen die je mag? Hoe vaak kan ik er sporten? Dat je dan door middel van vragen dus bijvoorbeeld één antwoord krijgt. Want dit is de meest geschikte sportschool daarvoor voor jou. Dus, interessant. Dus hebben we ook een stuk van de taart natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, en het motto is dan ook echt zo van laat Google het voor jou zoeken. In plaats van dat vroeger meer de term was van hier heb je een zoekmachine met heel veel informatie. Nee, Google gaat het nu voor jou allemaal uitzoeken. Okay. En dat vond ik wel opmerkelijk dat zij natuurlijk, die AI-data moet natuurlijk ergens vandaan gehaald worden. Ja. En daarvoor hebben ze bijvoorbeeld Google Knowledge Graph hebben ze opgezet. En dat is een informatie van gebaseerd op Wikipedia. Maar ze gebruiken dus ook internet forum, dus Reddit. Omdat ze dus zoveel mogelijk hameren op die ervaring van gebruikers, halen ze dus daar ook data uit en stoppen ze ook in een AI om te kijken of dat werkt. Ja. Maar ja, daar is natuurlijk ook heel veel bronnen die niet kloppen. Nou, in de zin van dat je laatst werd gevraagd of je pizza op lijm of lijm op pizza kon eten.
Ja, die wilde jij zeggen. Ja, dat is, ja, dat is prima. Waar die je het vandaan heeft gehaald, geen idee. Maar ja, dus ja, ik was ook wel gewoon even benieuwd van hoe jullie ervaren, of jullie dit wisten en zo. Ja, wat is jullie ervaring hiermee met Google? Ja, ik denk zeker die helpful content. Ik zeg maar, wij merken dat zelf ook in onze eigen website. Zodra we hebben het laatst gehad met dat filament white paper wat we geschreven hadden. Dat is een document van 23 pagina's. Gaat alleen maar over filament use cases. Nou ja, je zet het online. En we staan nu, weet je, dat is echt helpful content. Dat is echt veel content. Het is origineel. Het is niet door ChatGPT gemaakt. We zetten het online en het komt gewoon heel, het scoort gelijk heel goed. Dus voor ons, ik weet gewoon, als ik iets post op van ons, dan weet ik gewoon, dat kan. En het is natuurlijk in de context, dus het is iets over techniek. Dan gaat het gewoon heel snel, scoren we gewoon heel hoog. Ja. Ja. En dat vind ik persoonlijk natuurlijk heel fijn. Ja, tuurlijk. Ja. Dus ik ook omdat je het zelf schrijft. Ja, ook omdat ik het zelf schrijf. Ja. Dus het is ook leuk om te zien dat het dan, dat het hoog scoort. Dus, ondanks dat je dit weet eigenlijk. En inderdaad, vroeger was het dat gedoe met al die keywords. Dat was gewoon, ja, dat was belachelijk. En je komt het een enkele keer nog steeds tegen. Dat je gewoon, zie je een site en dan heeft iemand gewoon letterlijk 300 landingpages waarin niet elke pagina is hetzelfde, maar alleen de plaats is elke keer anders, weet je wel. Dus zoek jij een loodgieter in Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, Amsterdam. Nou, dan denk je, ja jongens, want waar zit je nou eigenlijk dan? Ik wil gewoon een loodgieter in de buurt. Ja. Dus dan haak ik al af. Dan denk ik, ja, jij zit ergens in Leeuwarden of zo. Ja, dan ga ik jou niet bellen. Ja, nee, maar dat. Ja, maar dan voel ik me toch een soort van een beetje bedonderd. Ja. Door zo'n site. Ja, dat klopt wel inderdaad. Dat snap ik wel goed. Maar, ja. Maar er worden ook best wel veel mensen die zeggen inderdaad dat ze ook heel blij mee zijn. Bijvoorbeeld de reissector, die bijvoorbeeld mensen heel veel blogs hebben geschreven. Ja. Die zijn ook heel erg dupe hiervan geweest. Ja. En sommige mensen zeggen ook wel een beetje van, ja, maar eigenlijk is het ook heel raar dat je dan je hele site op alleen maar je SEO laat afhangen. Want waarom zijn dan juist die reisblogs? Want dat hoor ik vaker. Dat hoorden we ook laatst. We hadden die kennissessie intern met SDM over SEO. Toen kwam dat ook weer tussen. Maar waarom zijn reissites hier nou zo de diep? Ja, omdat zij dus leven van affiliate marketing. En dat zijn heel vaak websites waar dus bijvoorbeeld één keer op geklikt wordt. En dan zijn ze er weer klaar. En die zijn dus ook vaak op keywords nog gebaseerd. Maar zij maken ook hele mooie content. Vaak. Dat klopt. Ja, daarom is het zo tegenstrijdig. Want dus, het is dus wel heel eigen. En dit is dan het laatste ding hoor. Dan moeten we echt verder. Maar dan dus, dat is dan misschien ook dat Google nog even moet sleutelen. Misschien aan hun, wat is de beste ervaring algoritme, zeg maar. Dat. En want ook, voor een reisblog kan dat dus inderdaad heel wat anders betekenen dan voor een webshop, ik noem maar wat. Hè. Ja. Dus dat hangt er natuurlijk ook nog vanaf. En ja, voor een reisblog, ja, je wil misschien een stuk lezen over een strand in Thailand. En dat is prima. Ja. En dan ben je dan wel weer klaar. Dan hoef je niet nog naar 3 andere links. Maar een webshop, dan ga je gauw 4, 5 landingspages door. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel anders. Dus ik neem aan dat Google, ik heb inderdaad ook veel hierover gehoord. Veel kritiek over dat hele sites nu compleet overhoop liggen. He, van geweldig scoren in Google naar compleet geen traffic meer. En ja, goed. En dan kan je vragen, ligt het? Het is altijd even kijken. Ja, heb je gewoon het systeem proberen te gamen? Of heb je echt pech nu? Ja. Dat kan. Ja. Goed. Hoe dan ook. Dus Google, die is daar op een andere manier mee bezig nu. Dus ook met de implementatie dus van AI, begrijp ik dus. Zeker, dus kijken, ja. Okay. Nou ja, goed, het is interessant in ieder geval om te horen en hoe Google daar dus ook mee bezig is. En dan, dan kunnen we bij deze kunnen we verder. Ja. Dan hoop ik voor iedereen die een website op de overhoop lag, dat ze hier een beetje voor kunnen leren en de gebruikerservaring een beetje omhoog kunnen krikken. Ja. Zoiets. Oké, dan kunnen we verder. Robert, pak hem op. Ja, zeker. Ik wil het even hebben over de reviews. Ik kwam iets tegen in de New York Times. Daar ben ik ook tegenwoordig op geabonneerd. Ik ben overal op geabonneerd. Oh, leuk. Ja, zijn ze leuk. Blij met jou? Ja, ze zijn heel blij met me. Ja. En het is een studie van, moet ik het wel goed uitspreken, Ballas Kovacs. En hij is professor of Organizational Behavior at Yale School of Management. En hij heeft onderzoek gedaan naar reviews. En dan met name reviews die zijn gegenereerd door ChatGPT. Mm-hmm. En wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft een hele grote batch reviews van Yelp gehaald. En Yelp is zo'n soort, ja, in Nederland is het iets minder bekend, maar Amerika wel bekend review site, producten kan je reviewen. Het is Trustpilot in Europa of zo. Precies. Ja. En heeft hij een hele grote batch met reviews vanaf gehaald. Die heeft hij allemaal in ChatGPT gegooid. En hij heeft gevraagd van, kun jij een set
reviews genereren die hierop lijken. Nou, dat gebeurde natuurlijk. En hij heeft die set aan fake reviews, die gegenereerde reviews, heeft hij weer voorgelegd aan een groep respondenten en gevraagd van, kunnen jullie mij vertellen of dit een echte review is of dat die is gemaakt door ChatGPT? Nou, je kan het natuurlijk al raden, dat verschil was natuurlijk niet te zien. En met name toen in de studie ook werd toegevoegd dat ChatGPT ook bewust spelfouten moest maken en smileys moest gaan gebruiken in de reviews en veel uitroeptekens. Nou, toen was het helemaal onduidelijk voor die respondenten om het te kunnen onderscheiden. Nou, dat is op zich vrij logisch, denk ik. Wat wel grappig was, is dat de respondenten de reviews van ChatGPT overtuigender vonden dan de echte. Oh, echt? Ja, dat is dus wel weer geinig. Ja, absoluut. En dat heeft ook een naam. Dat heet AI hyperrealism. Oh, dus het is een soort van zodanig echt, nou ja, dat het ook echt werkt, zou ik maar zeggen. Ja. En dan wat ik grappig vond is, dat kende ik niet, maar misschien ken jij dat, Michiel, de Turing-test. Ja. Ja, dat ken je. En dat is in de jaren 50 was er een wiskundige en die deed eigenlijk onderzoek van, is het mogelijk dat, nou in die tijd hadden ze geen computers, maar als je nou een mens tegenover een computer zet, of in dat geval was het een soort van telex-apparaat of zoiets, kan die mens dan zien of dat bericht wat ik dus terugkrijg echt is? Dus hij had een echt mens en hij had dus dat soort van tele-ding-machine. Gingen dan met elkaar in gesprek via een chat. En dan moest die persoon raden of denken, is het nou echt of niet? Nou, en 9 van de 10 keer kon die persoon dat er makkelijk uithalen. Nou, dit is niet echt. Dit is geen. Ik zit nu niet met een echt mens te praten. Nou, dan was hij dus niet door de Turing-test heen. Nee. Nou, en inmiddels, en die Turing heeft allerlei voorspellingen gedaan van wanneer dan dat wel zou kunnen en zo. Nou, en eigenlijk zitten we dus nu al op dat punt. Dat dus inderdaad mensen niet meer het onderscheid kunnen maken. Komt dit van een computer of komt dit van een mens? Dus die Turing-test die wordt gehaald nu, zeg maar. Dan kan je natuurlijk allemaal afvragen, oké, en nu, boeien. Maar ja, dat hele review-verhaal, dat is natuurlijk wel het heeft ook allerlei andere mogelijke consequenties. Want heel veel mensen zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van reviews. Maar er wordt ook heel veel gesodemieterd met reviews. Ja. Mensen gaan 1-ster review geven aan een restaurant. En dan bellen ze het restaurant om en dan zeggen ze, als je mij nu een gift voucher geeft om een keertje gratis te eten, haal ik mijn review. Doen mensen dit? Wat belachelijk. Ja, my god, oké. Of is wel next level. Dit is echt, toen ik het las dacht ik ook, dit is echt heel nasty. Dit doe je toch niet? Nee. Maar ook reviews op restaurant en met name ketens die dan van plan zijn om ergens een vestiging te openen. Die hele vestiging is nog niet open. Maar dat die vestiging wordt al helemaal plat bekritiseerd, omdat gewoon die keten in het algemeen heel slecht is. Oh. De restaurant is nog niet eens open. Nee. En natuurlijk ook de tegenreactie, misschien ook wel bekend, dat als jij een slechte review krijgt als restauranteigenaar, dat je denkt, wacht even, ik ga gewoon 10 aliasen aanmaken en gewoon 10 hele positieve reviews geven. Absoluut. Dus de vraag is natuurlijk al een beetje, en dat er dus ook zelfs legertjes zijn, en nu komt het een beetje, dat je gewoon natuurlijk een soort van heel legertje kan inhuren van, hey, ik heb een soort sweatshop-achtige. Ja, ik heb hier een set aan reviews en jullie moeten even in deze stijl, even wil ik 300 nieuwe reviews hebben. En dan gaat gewoon zo'n heel legertje gaat gewoon typen. Wow. Ja. En dat kan natuurlijk nu veel sneller met ChatGPT. Ja, dus de schaal waarop dit kan gaan gebeuren is giga. Ja, dat zou wel. Maar neem ons even mee naar de toekomst. De toekomst. Er zijn oplossingen. Ja? Want jullie kennen me natuurlijk. Ik ga natuurlijk niet zomaar de deur hier uit zonder dat ik even een paar oplossingen heb gedeeld. Nee. Eigenlijk is er niet echt een oplossing. Dat is de conclusie. In de zin dat dit gaat gewoon gebeuren. Ja. Ja. Wat niet werkt is ChatGPT vragen om er fake reviews uit te halen. Nee. Dat werkt niet. Want ChatGPT, waarom niet? Ja, dat werkt niet. Hebben ze ook tests mee gedaan. Oh. Dat werkt niet goed. Dus die scores, ChatGPT kan dat zelf niet goed eruit. Je kan beter een review geven en zeggen, maak er iets even iets net even andere vorm van of zo. Ja, ze kunnen niet. Het is niet echt zelf. Helaas werkt dat. Nee. Maar wat wel werkt, is eigenlijk een soort verified buyer. Amazon doet dat bijvoorbeeld. Hè? Dus iemand is een geverifieerde koper van een product. Mm-hmm. Die schrijft dan een review en dat er zo'n badge bij komt met dat Amazon eigenlijk controleert. Ja, je hebt het product echt gekocht. Je bent echt iemand. Echt iemand, Dus jij bent een verified buyer, dus een soort van badge erbij. Dat wel goed is, ja. Ja, en wat bijvoorbeeld OpenTable, hè, dat soort formidabele-achtig restaurantsboeken, die
Daar kun je alleen een review plaatsen als je ook echt in het restaurant bent geweest. Ja. Dus ook en alweer, hè, want ja, dat voorval van daarnet, dat kan dan al wat minder snel gebeuren bijvoorbeeld. Oh, ja. Kan ja. En dat gebeuren. Wordt dan weer gelinkt aan je account of zo als je een reviewer bent. Precies. Of als je een review wil schrijven, dan is dat een e-mail of zo. Ja. Ik veel. Maar hoe, hoe werkt het dan? Want je hebt heel veel van die externe tools of externe partijen die dan, dus net zoals wat ik zei, Trustpilot en je hebt ook Trusted Shop en zo. Dat is natuurlijk een platform die gemaakt is waar webshops bijvoorbeeld heel veel gebruiken om te laten zien, hey, wij zijn echt en het is allemaal goed. Ja. Maar zou je dus daarin ook bijvoorbeeld verified users hebben? Of zou dat dan ook op een gegeven moment ontstaan? Want ja, dat is echt wel wat de partijen zelf aanbieden eigenlijk. En ik denk dat Trustpilot sowieso al een beter alternatief is als je echt afhankelijk bent van je reviews. Omdat volgens mij daar ook veel beter wordt gecheckt. Inderdaad, heeft iemand een account? Is iemand echt? Ja. Er wordt beter. Je kan daar makkelijker modereren dan bij Google bijvoorbeeld. Ja. Maar ik merk daar sowieso wel enorme groei in. Inderdaad, echt inderdaad reviews en wat voor manier ook. Al is het op social media of op webshops en zo. Dat eigenlijk slaat het ook een beetje haaks. Slaat het op ook op wat ik eerder vertelde over de ervaringen. Dat belangrijker wordt. Ja. Dat echte mensen vertellen dat ze daar echt zijn geweest en echt hebben gegeten. Ja. Dat daar meer waarde om wordt gerecht dan dat je schrijft over, over waar. Welk restaurant het zou kunnen zijn. Exact of zo. Dit aan. Want het gevaar is dus met dat hele, met deze wetenschap, dat als jij een review leest, ga je toch denken, was het nou een echt mens of was het nou ChatGPT? Ja, ik denk bij alles dat het allemaal echte mensen zijn. Wij zijn heel naïef. Nee, en heel goed gelovig. Maar eigenlijk. Maar bijvoorbeeld Google, als je bijvoorbeeld Google Maps een review achterlaat, moet je altijd bijvoorbeeld je volledige naam tonen. Dat is, Google nu. Bij Google, altijd al. Oh, altijd al. Ja, want dan als je bijvoorbeeld mensen bij een restaurant zegt... Ook voor sterren, reviews, als je alleen sterren wil. Alleen drie sterren achterlaten moet ook. Nou, volgens mij, sterren, dat durf ik niet zeggen. Want maar ik denk weet vooral, het. Mensen kijken ook vooral natuurlijk naar die sterren. Ik bedoel, mensen nemen ook niet altijd de moeite om, om drie paragrafen over een friettent te lezen. Klopt, maar volgens mij inderdaad, als je echt een opmerking wil plaatsen, dan staat je volledige naam er bijvoorbeeld ook op. Waarschijnlijk inderdaad dat... laat zien dat het echt een persoon is. Om dat te kunnen bevestigen, zeg maar. Okay. Dat vond ik wel opmerkelijk. Ja. Ja, zeker. Dat is absoluut waar. Dus dat eigenlijk de verified user krijgt dus eigenlijk meer waarde. Ja, die kant gaat het op. Maar ik denk dus, kijk, mensen zijn bang door AI dat er allemaal banen weggaan. Maar ik denk dus dat dit nieuwe banen gaat creëren. Ja, joh. Of nou, al bezig is waarschijnlijk gewoon weer, mensen... Het valt ook altijd de andere kant op natuurlijk. Ja, dat je dan, weet ik veel, dat je ineens op LinkedIn profiel ziet dat van verified reviewer, zeg maar. Ja, precies. Dat je op LinkedIn, zo van, wij zoeken nog inderdaad heel veel verified review checkers. Review checkers. Het is een fijn artikel trouwens, dat van de New York Times. Ik heb hem inderdaad even gelezen. Even kijken hoor. Ben je ook abonnee, Michiel, van New York Times? Nee. Kon je hem nog... Oh, ja. Dus deze was... Even kijken, was geschreven door Pete Wells. En ik moet zeggen, op het einde, dat ook heel veel nog quoten. Want hij had zo'n mooi afsluiter van dat artikel, vond ik. Op een gegeven moment, dat artikel gaat natuurlijk over die recensies en over die Turing-test en over hoe hij dus nu vervangen gaat worden en zo. En op een gegeven moment zegt hij dus gewoon... hij sluit af met the machines will be our teachers, our editors, our collaborators. They will even help us sound human. Ja. Ik dacht dat is een heel lekkere afsluiter hoor. En ook dat die professor die dus dat onderzoek heeft gedaan, heeft nog wel zijn eigen scriptie, zijn eigen paper nog even door ChatGPT gehaald. Om het toch even de punten op die zetten. Ja, he gave the first draft of his paper to an AI Love editing it. Program. Ja, heerlijk. Top. Goed, dan kunnen we verder. Dankjewel, Robert. Ja. Dan pak ik hem op, want we gaan van digitale ervaringen naar echte ervaringen. Maar ook weer een beetje digitaal eigenlijk, sorry. We gaan het namelijk hebben over attractieparken. En op het moment dat deze aflevering uitkomt, we zijn nu aflevering 9, zitten we toch wel een beetje in de zomervakantie, tegen de zomervakantie aan, zou ik zeggen. En als je zomervakantie zegt natuurlijk, wat is dan typischer om te doen in de zomervakantie dan naar een attractiepark te gaan? Hè, dat is natuurlijk de uitkomst om je kinderen in ieder geval 1 dag van die 6 weken bezig te houden. Zeker. Maar wat is inderdaad klacht 1 eigenlijk bij pretparken? De wachtrijen. He, je moet altijd lang wachten voor heel veel attracties. Je bent vader. Ja, inderdaad. Ik ga zo meteen richting Robert. Ja. Robert heeft natuurlijk 2 kinderen die natuurlijk nu wel, denk ik, in de leeftijd ook komen van dat ze attractieparken ook echt interessant gaan vinden. Ja. En
Die wachttijden laat dus niemand minder dan de Efteling hier nu net even wat aan gaan doen. Ik kom zo meteen op of dat wel op tijd is of niet en alles. Maar goed, want Efteling introduceert nu eindelijk, dat is dus eigenlijk, geef het al een beetje weg, het principe om digitaal via een app in de wachtrij te staan voor bepaalde populaire attracties. Zodat je dus niet meer fysiek in die rij hoeft te staan bij de attractie zelf, maar je gewoon door het park kan blijven lopen en je een berichtje krijgt zodra jouw tijd erop zit en jij naar de attractie mag om in zo'n karretje te gaan zitten. Nou, heel fijn. Maar het is natuurlijk, het is eigenlijk een heel oud idee. Want ik dacht, oké, is dit nou nieuw? Is dit, heeft niemand hier nog nooit aan gedacht? Natuurlijk wel. Want Disney natuurlijk, de moeder aller attractieparken, Disneyland, Disney World, is hier al heel lang mee bezig. Sinds 1999 al namelijk. Hadden ze een papieren stem, ticketsysteem, kon je naar attractie. Heet het Fastpass systeem. En dan kreeg je gewoon een ticket. Oh, ja. Wow, ja, dat weet ik nog. Ja, ja, en dan kreeg je gewoon een ticket. En dan stond er een tijd op. Van, nou, als jij hier om 3:20 terugkomt, dan staat een karretje voor je klaar. Meer. Ja. En dat was dus, nou, dat was al een papieren ticketsysteem. Volgens mij moest je daar echt fors geld voor betalen ook, hè? Nou, moest je daar kom ik zo op. Kom ik zo op, inderdaad. Okay, ja, vertel verder. Dat komt inderdaad allemaal met de premium modellen, inderdaad. Ja. Inderdaad, nou, en toen hadden ze in 2013 ongeveer, hebben zij uiteindelijk een digitaal systeem erin gevoerd. Eigenlijk gewoon eigenlijk het Fastpass ticketsysteem naar gewoon je app of je telefoon vertaald. Ja, dat bestond dus al lang. Dat is ook alweer 11 jaar geleden, vergis je niet. Dus het is helemaal geen nieuw concept. Inderdaad, op een gegeven moment was het dus ook zo dat als je nu naar Disneyland gaat, ik ben er nooit geweest, ik weet het niet, dus ik moest het even vanuit artikelen halen. Dan krijg je dus een Fastpass, of dan heb je dus een Fastpass systeem, maar je kan dus ook extra betalen inderdaad, Anna, wat jou eigenlijk refereerde, om dan minder lang in de rij te staan. Dus je om 20 minuten of 90% minder lang in die rij hoeft te staan, al is het maar digitaal, ook dan zelfs minder. Want je moet nog wel natuurlijk wachten, want er zijn heel veel mensen die natuurlijk in die attractie willen. Het is niet dat je ineens niet meer hoeft te wachten. Maar inderdaad hebben ze allemaal premium modellen, Fastpass Plus en weet ik veel wat allemaal. En via de Genie app. Nou, dat is allemaal Disney. Nou, Efteling heeft nu eindelijk ook zoiets uitgebracht. Ja, dus het is eigenlijk het is gewoon een app inderdaad die je nu kan gebruiken voor bijvoorbeeld voor nu al hun attracties. Zoals onder andere de Droomvlucht nu eindelijk. Dat is natuurlijk een beetje de echte trekpleister van het park, zou ik zeggen. En hoe werkt het dan, Michiel? Moeten mensen nog steeds extra betalen om dan daar gebruik van te maken? Of is het gewoon een digitale rij voor iedereen? Weet je dat? Voor zover ik weet, ik kon niks vinden over prijzen. Dus volgens mij is het gewoon, download de app en je kan gewoon je aanmelden voor die attracties die je wil. En dan kan je dus digitaal in de rij staan, zodat je dus gewoon de rest van het park ook kan blijven zien terwijl je wacht. Ja. Dat is het hele idee natuurlijk. Ja. En dan kan je misschien weer andere dingen, consumpties kopen. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk ook een beetje om. Als je dat slim indeelt, dan kan je iedereen lekker extra weer wat verkopen. Dus dat is hartstikke slim. Maar het verbaasde mij een beetje dat het zo lang duurt. Want Walibi heeft het ook al heel lang. Een ander park natuurlijk, bekend park in Nederland. Die heeft het al lang in het systeem zitten. Maar de Efteling komt hier dus nu pas mee. Na zelfs het lang getest te hebben op kleinere attracties. Nou, ik vond dat heel opmerkelijk. Ja. Ik weet niet, dat is dan misschien dat ik nu even bij jou kom. Robert, hoe zit dat bij jou? Is dat een iets waar jij een hekel aan hebt met die kinderen? Dat je denkt, ja. Ga je überhaupt naar pretpark? Ga je überhaupt naar pretparken? Ja. Nou jongens, ik zal jullie wat vertellen. Ik ben in de meivakantie 3 dagen in de Efteling geweest. Oh ja, dat is waar ook. We hadden daar zo'n huisje gehuurd. Ja, dat was fantastisch. Ja. Echt, ja, serieus. Geweldig met die kinderen. Echt top. En dat ja, ik. Voor ik, jou geweldig of voor je kinderen? Nou, voor ons allemaal wel. Oké. Okay. Ja. Ja, nee. Want, kijk, uiteindelijk als je in een pretpark komt met kinderen, dan is het eerste waar ze naartoe rennen de speeltuin in het pretpark, snap je? Ze vinden de glijbaan en de schommels interessanter, die wij ook gewoon zeg maar om de hoek hebben in de speeltuin thuis. Maar daar gaan ze altijd heen. Dus je hoeft de strijd niet aan met je kinderen, maar wij doen een beetje af. Maar met over we moeten nu per se in de Droomvlucht, want we zijn nu in de Efteling. Weet je? Terwijl die kinderen willen schommelen. Maar anyway. Maar dat wachten was op zich niet echt. Ja, het was wel druk, want het was natuurlijk voorjaarsvakantie. Ja. En wat ik zelf ook heel handig vond aan de app was dat je kon zien waar het druk was. Dat was ook heel handig. Dus dan wist je al, oké, daar en daar en daar is het nu rustig. Lopen we daarheen? Ja. Dat vond ik al een hele goede feature. Okay. Ja. En als je dan nu ook nog eens een keertje in de wachtrij alvast kunt staan. Of in ieder geval, dat digitaal, zou digitaal dan. Ja, dat zou wel. Virtueel, whatever. Ja. Oké, interessant. Want Walibi, daar ben je dan niet geweest, neem ik aan. Nee. Want daar hadden ze het al wel.
Daar hebben ze dus al heel lang dit gewoon. Het hele wereld heeft dit systeem al, behalve de Efteling eigenlijk. Daar kwam het op neer. Hmm. En ja, ik kwam er niet echt achter waarom het zo lang heeft geduurd. Ik heb er best nog wel even naar gezocht. Een beetje zo'n overheidsproject. Dat duurt gewoon 10 jaar, denk ik. Ja, ja, toch? Maar het enige, jongens, wat ik nog heel even niet begrijp. Je meldt in die app aan, ik wil wachten. Ja. Voor een bepaalde attractie. Ja. Ja. En dan krijg je een soort tijdslot of zo? Ja, dat denk ik. Exact. Ja. Dan exact. Kan je precies hoe het werkt. Oké. Ja, exact. Dus inderdaad, goed, ja, je moet dus wel wachten natuurlijk. Het is niet dat je niet meer hoeft te wachten. Maar het is inderdaad, stel, jij komt dan in dat park en je zegt, nou, ik wil attractie, de Python of die Droomvlucht. Ja, dat kan je maar even pakken. Dan zeggen ze, ja, om 2:25 kan je terecht. Nou, het is wel handig, zeker met kinderen. Want en met name, bijvoorbeeld in ons geval, als... Ik ben met mijn zoon in die achtbaan geweest, Max en Moritz. Dat zijn, die vond hij fantastisch. Okay. Daar mocht mijn dochter niet in. Of die durfde eigenlijk ook niet. Die mocht alweer maar. Sta ik in mijn eentje met mijn zoon in de wachtrij, gaat het gewoon prima. Dan houdt hij gewoon 3 kwartier zijn mond. Ik hoor hem niet. Hij is alleen maar in de ban van, ik ga straks in die achtbaan. Okay. Maar zodra die 2 kinderen bij elkaar in de wachtrij voor een attractie staan, dan is het vuurwerk. Want dan gaan ze elkaar gaan ze klooien en doen en zijn ze verveeld. Kijk, dat is heel irritant. Dus dan heb je liever een tijdslot. Of dat je weet, ik kan dan en dan terecht. Dat is wel heel handig. Ja. Okay. Ja. Maar als ik hem in mijn eentje heb of mijn dochter alleen, dan gaat het wel. Ja. Okay. Maar met z'n tweeën is het lastiger. Maar het is sowieso heel handig dit. Ja, nou, dat inderdaad. Voor mij was het vooral verbazing dat het nu pas gebeurt. Op zich wel fijn dat ze het net voor de zomervakantie doen. Wel handig voor hun. Ja, heel handig. Ja, absoluut. Dat kan je wel vaststellen. Ja, ja, dus dat is op zich fijn. En het is gewoon het wachten op dat zij dus ook met betaalde functies komen natuurlijk. Met, ja, even toch sowieso even props überhaupt voor de Efteling. Die app is echt fantastisch. Die branding in hun park is echt zo ongelooflijk on point. Ja. Ja, dat is niet normaal. Ja. Okay. Alles is gebrand. Tot zelfs het... Het emmertje van de persoon die de propjes uit de bosjes haalt, heeft een Efteling-logo. Alles heeft een Efteling-logo. Ja, het is, ik word daar zo gelukkig van. Ik vind dat echt fantastisch. Ja, dat is wel echt zo goed. Details uitwerken. Goed? Ja. Love it. Love it. Ja. Love the Efteling. Oké, leuk. Oké, nou, dit wilde ik even bijdragen. Misschien een tip voor de komende zomervakantie voor de mensen met of zonder kinderen. Maakt niet uit. Je kan dus binnenkort lekker virtueel in de wachtrij staan voor welke attractie. Ik ga het ook gewoon voor lol doen, want dan ga ik er niet heen. Even kijken wat er gebeurt. Ik geloof wel dat je een ticket moet hebben dan. Ja, oké. Zo makkelijk gaat het niet. Nee. Ga lekker trollen. Gewoon op de wacht en staan. Ik ben er nog niet eens, maar... Nee hoor, goed. Zal vast. Ja, nou jongens, dat was hem weer. Aflevering 9, seizoen 4. Van Digitale Slag. We zijn er weer doorheen. Aflevering bekeken naar het nieuwe Google. Dus van meegebracht door Anna. De virtuele wachtrij dus van de Efteling. En de problemen met recensies geschreven door AI. Anna, Robert, bedankt voor jullie bijdrages. Jij ook bedankt. Jij bedankt. Ja, aangenaam. Ik bedank onze luisteraars voor hun tijd. En vergeet ons niet te volgen op Instagram. Ook via Digitale Slagracht. Of op TikTok. Hè? Net zo leuk. Minstens zo leuk. Zeker. Voor extra content. Laat vooral een berichtje achter. Dat vinden wij ook net zo leuk. En dan horen wij... dan... verwachten wij jullie weer een volgende keer. Tot de volgende Digitale Slagracht. Joejoe!